deze oude mijnenveger is de nieuwste aanwinst van het Zeekadetkorps Den Haag, dat ter gelegenheid van de overdracht bezoek kreeg van de vice-admiraal Brouwer en enige andere marine- en koopvaardijautoriteiten. De zeekadetten zorgden allereerst voor een perfecte vlaggenparade. De plechtigheid werd voortgezet met de symbolische doop van het schip door mevrouw van Wolferen Noordhoek. Deze onthulde daarbij de naam van haar overleden echtgenoot, die hoofdbestuurslid was van het Zeekadetkorps Nederland, dat werd opgericht met steun van de Koninklijke Marine en de Koopvaardij. Het korps, dat 9 afdelingen telt, beoogt jongens van 14 tot 18 jaar, die graag hun vrije tijd op het water doorbrengen, de weg te wijzen naar de zee. Over het vlakke land van de jonge Noordoostpolder strooit sinds enige dagen het carillon van de 65 meter hoge poldertoren van Emmeloord zijn klanken uit. Dit klokkenspel werd betaald door de bouwers en door de bewoners van de polder. Een grote polderparade was een der onderdelen van de feestelijkheden waarmee de zogenaamde carillonweek van de Noordoostpolder begon. Langs de minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Korthals, trok een enorme stoet voorbij die een volledig beeld gaf van het leven in het nieuwe en zo vooruitstrevende stuk van Nederland. De optocht bewees wel dat men hier in de polder met de tijd meegaat en dus niet stil wil staan. Men had zelfs douches meegenomen om de toeschouwers die in de tropenzon dreigden te verschroeien een beetje af te koelen. Ze werden vervolgens weer opgewarmd voor de BB, die om de aandacht te trekken de brand gestoken had in een andere toren. Aan deze parade was de plechtigheid voorafgegaan waarbij minister Korthals het carillon aanvaarde en vervolgens aan de polder overdroeg. Met een druk op de knop gaf zijn excellentie aan de Delftse bijaardier Leen het hart het zijn de 48 klokken te bespelen. Zo werd de carillonweek van de Noordoostpolder ingeluid. Een feest dat klonk als een klok. De badplaats Noordwijk aan Zee heeft er een gebouwencomplex bij gekregen dat op het eerste gezicht aandoet als een modern hotel. Het is het nieuwe conferentieoord De Baak van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond dat hiermee in het bezit is gekomen van een ontmoetingscentrum met een eigen stijl voor de leden van de aangesloten verenigingen. Ook van binnen zou men denken in een gewoon hotel te zijn. De Baak beschikt namelijk over een prachtig restaurant en over een gezellige bar waaraan het goed toeven is. In de patio van dit centrum kan men luieren in een Hollywood-achtige schommelstoel. Wie echter in het andere deel van het complex belandt, gaat er een beetje anders over denken wanneer hij de ultramoderne zakelijk ingerichte zalen ziet, waarin 's winters cursussen gegeven zullen worden voor leidinggevende functionarissen van de bij het CSWV aangesloten verenigingen. Er is onder andere een ruime conferentiezaal die plaats biedt aan 100 personen en die voorzien is van moderne hulpmiddelen voor de docenten die hier zullen werken aan de vorming van de ondernemer en diens stafmedewerkers. Een aantal van die docenten was zich juist aan het beraden over het leerprogramma voor het seizoen 1959-1960, waarmee De Baak als conferentiecentrum in gebruik genomen zal worden.